Afgelopen dagen was het warm en zon scheen geregeld. En dat weertype weet tijdens het weekend nog stand te houden. Er zit wel iets van een weersomslag aan te komen, maar daar moeten we nog eventjes geduld voor hebben. Dus dit weekende is het nog ideaal weer om op het terras aan de waterkant te zitten, wat verkoeling op te zoeken op het strand. En ook de late vakantiegangers die nog op de camping staan kunnen rekenen op een overwegend droog en ook vrij zonnig weertype. Aan het begin van het weekend hebben we nog te maken met een hoge drukgebied. Ligt met de kern boven Scandinavië. Wij bevinden ons een beetje aan de flanken van dat hoge drukgebied. Boven Frankrijk is de afgelopen dagen wel een klein lage drukgebiedje tot ontwikkeling gekomen. Maar naarmate die naar het noordoosten is getrokken en in Duitsland is aanbeland, is de activiteit daar een beetje uitgegaan. Er zitten wel nog wat losse buien bij. En als dat lage drukgebiedje zaterdag richting het noordoosten trekt, kan dat vooral in het zuiden van het land nog een paar buien opleveren, voornamelijk aan het einde van de dag. Op zondag zien we dit lage drukgebied boven Ierland. Die is daar een beetje aan het rondtollen, maar aan de rand daarvan krijgen wij op zondag wel met iets meer bewolking te maken. Maar echt heel veel buien worden daarbij vooralsnog niet verwacht. Hoe ziet dat er in de weersymbolen uit? Voor de zaterdag maakt dus het uiterste zuiden kans op een bui. Dan met name wat meer later op de dag, in de namiddag of in de avond. De rest van het land, het midden en het noorden, houden het de hele dag droog. En er waait een matige oostenwind, windkracht 3 of 4. En daarmee wordt vrij warme lucht aangevoerd. De luchtvochtigheid neemt wel iets toe, dus het kan af en toe wel wat broeierig aanvoelen. Temperatuur regionaal zomers met meer dan 25 graden. Alleen in het uiterste noordwesten en noorden wordt die grens van 25 graden misschien net niet gehaald. Maar met het zonnetje erbij is het zeker nog wel aangenaam te noemen voor veel mensen. Op zondag neemt de kans op buien verder af. De wind draait iets naar het zuidoosten. Er wordt echt warme lucht door dat lage drukgebied boven Ierland aangezogen. Wel iets meer wolkenvelden dus, maar als de zon nog even goed weet door te breken, dan kan het in het zuiden van het land zelfs nog opwarmen naar 28 graden. Opnieuw op veel plaatsen weer die zomerse temperaturen, meer dan 25 graden. Die warmte kent na het weekend nog een klein vervolg. Op maandag piekt de temperatuur, kan het regionaal zelfs opwarmen richting 30 graden. Maar daarna zien we een dalende lijn van de temperatuur en keren we weer terug richting normale waarden voor begin september. Dat ligt ongeveer rond 20 graden en dan gaat de wisselvalligheid dus ook iets toenemen. Tijdens het weekend is het nog overwegend droog.